Hoe is het om een vurige kinderwens te hebben en toch geen kinderen te kunnen krijgen, ondanks alle technieken die er tegenwoordig bestaan? Melissa van der Sijpen en Shanti van Genechten komen getuigen. Dames, welkom. Shanti, ik ga bij jou beginnen. Jij bent zelf een adoptiekind. Ja, dat klopt. 32 jaar geleden ben ik terechtgekomen bij zeer lieve Belgische ouders en een broer. En ik ben hen heel dankbaar voor dit leven. Ja, en jij bent zelf ook oprichter van Kinderwens Vlaanderen. Ja. Wat doen jullie? Wij zijn een organisatie, VZW in eerste lijn, die wensouders psychosociaal ondersteunen en een klankbord bieden. En wensouders zijn ouders die heel graag een kindje willen, maar daar moeilijk mee hebben. Ja. En dan gaat het vooral om psychologische ondersteuning? Of? Ja, dat is vooral levenskwaliteit, luisterend oor bieden, buiten de ziekenhuismuren en even op verhaal kunnen komen en de niet-technische kant van fertiliteitsproblemen. En zo ben je onlangs in contact gekomen met Melissa? Ja. Niet zo lang geleden, hè? Nee, van september, oktober ergens. Ja. Ja, dus en heeft zij jou goed kunnen helpen? Want je was er toen heel erg aan toe. Ja, we zijn eigenlijk al meer dan 3 jaar aan het proberen. Dus al meer dan 2 jaar in de medische wereld. En we hadden weer slecht nieuws gekregen. En ze moesten nieuwe onderzoeken doen. En ik zat er eigenlijk helemaal door. En dan heeft mijn beste vriendin me meegenomen naar haar. Even recapituleren. Melissa, al 3 jaar aan het proberen om een kindje te krijgen. Ja. Oh, wat voor een parcours heb je dan... Een lang en zwaar parcours. Ja. Ja, dus je eerste jaar doet je geen medische behandeling, maar vanaf daarna schuift die grens eigenlijk altijd op. Dus je doet een aantal maanden 1 behandeling, dat werkt niet. Dan volgende behandeling, meer hormonen, meer dingen die je moet doen. Zelf spuiten, leren zetten, geopereerd worden. Er komen altijd nieuwe dingen bij. Het wordt eigenlijk alleen maar zwaarder. Ja. Ja. Maar toch wil je niet opgeven? Nee, je hebt natuurlijk dat doel voor ogen. We willen echt heel graag een kind. En dat is hetgeen wat u recht houdt en wat ervoor zorgt dat jij blijft doordoen. Ja. Ja. En nu bevind je in een soort van, zeg ik het goed, een kunstmatige menopauze. Ja, ja. Moet ik me dat voorstellen om dan volgend jaar weer een doorstart te kunnen nemen? Of hoe is het dan? Ze hebben dus onderzoeken gedaan dan in september, oktober. En daaruit bleek dat ik een soort van slijmvlies heb in mijn baarmoederspier. Weefsel. En dan moet daar uit. Dus dan brengen ze weer in een menopauze. Dat betekent dat al die hormonen stilgelegd worden. Dan in de hoop dat dat uitdroogt en dat we dan terug een nieuwe start kunnen nemen met een betere kans eigenlijk. Ja. Ja. En dan probeer jij haar in de mate van het mogelijk te helpen. Dat is echt een onzichtbaar verdriet in de maatschappij. Want niemand weet hoe 1 op 6 koppels die dat ondervindt eigenlijk zich voelt. En hoe komt het dat dat zo'n onzichtbaar verdriet is? Omdat er echt nog altijd een taboe rust op maatschappelijk gezien op het hebben van kinderen. Iedereen denkt dat dat knip is met de vingers. En dat komt vanzelf, maar niets is helaas minder waar. En de pijn die daarbij komt kijken is echt heel diep geworteld. Ja. En reageren de mensen vaak verkeerd? Melissa, of ze weten het misschien soms niet. Ik ben er wel tamelijk open over. Ja. En de mensen in mijn omgeving doen echt wel hun best om mij te begrijpen. Maar dan nog krijg je wel af en toe de typische opmerkingen van je moet het gewoon loslaten. Ik ken iemand die na 10 jaar tijd toch bij wie het dan toch gelukt is. Of, je ziet er, er zijn zo heel veel typische opmerkingen die mensen wel durven maken. Dat is natuurlijk om je te helpen, maar als je die krijgt... Of denk aan een alternatief als adoptie. Ja, of veranderen van ziekenhuis. Of begin met acupunctuur. Dus er zijn zoveel dingen natuurlijk. Mensen willen helpen, willen tips geven, maar daardoor begin je alleen maar meer te twijfelen. Het is niet omdat ik nu geadopteerd ben dat adoptie voor iedereen een goede keuze is. Ik denk gewoon dat het koppel of de wensouder zelf moet kiezen van wat past het beste bij mij en hoe ver kan ik daarin gaan, wat zijn mijn grenzen. En dat we daar een beetje niet meer eens kunnen ondersteunen. Hè. Ja. Maar ik kan jou vaak zo indiscreet zijn, Anne, om jou te vragen of je een kinderwens hebt of had of gehad hebt. Ja, zeker wel eigenlijk. Ja. Ja. Maar ik heb 3 fantastische, noemde dat ook pluskinderen? Ja, gekregen, zomaar gratis in voor niets. Allemaal van de kritsaus. Met kritsaus voorzien. Ja. En dat is echt super fijn. Maar dus ik had dat wel een plaats kunnen geven van. Het is blijkbaar niet voor mij weggelegd of zo. Maar ik heb daar zo, soms nog wel zo hartzeer van, omdat ik die onvoorwaardelijke liefde zo zie tussen vader en kind. Ja.
Dus, ja. Maar bij jou is het dan een keuze geweest door de omstandigheden. Ja. Omdat Stanny al kinderen had, zegt we gaan er geen meer bij nemen. Ja. Ja. Terwijl jij die keuze dan niet hebt. Nee. Ja. En je gaat nu morgen, dat is wel heel bijzonder, Marissa, jij gaat morgen dansen. Ja. Je hebt je gevoelens in een dansvoorstelling. Mm-hmm. We gaan eens even kijken, we zijn vanmiddag bij jou in de dansschool. Ja. Komen filmen. Nou, jij danst. Probeer eens uit te leggen wat je probeert te verbeelden, wat erin zit. Ja. Ja, dit is voor mij het begin van de medische behandelingen. Dus eigenlijk het aftasten, de onzekerheid van ja, hoe gaat het allemaal in zijn werk, het zoeken naar wat is het. Hmm. En eigenlijk ook de hoop dat het dan gaat werken. Dat moet heel emotioneel zijn voor jou om dit te dansen. Ja, maar het is natuurlijk ook wel een manier om het een plaats te geven of om er iets mee te doen. Ook voor andere mensen die ook in het parcours zitten. Mm-hmm. Maar er zit ook de behandelingen in. Het feit dat het altijd maar zwaarder wordt, dat je die teleurstellingen meesleept. Dat is mooi, Anne. Mm-hmm. Mooi, hè? Ja. Je kunt zien dat je goed kunt dansen. Je bent... ik ben eigenlijk op danspensioen, maar ik ben even er terug uitgekomen. Maar je gaat nu morgen, dat is ook speciaal, waar je gaat dansen. Ja. Je gaat dat doen op de Sterretjesweide. Ja, in Leuven. Dus waar de kindjes voor 28 weken, denk ik, begraven zijn. Dat is het eerste kerkhof, speciaal kerkhof, ja. Voor kindjes die doodgeboren zijn. Mm-hmm. Ja. Ja. Shanti, wanneer spreek je van een doodgeboren kind? Wanneer spreek je van een miskraam? Voor 12 weken spreekt men eigenlijk van een zwangerschapsverlies, zeggen wij. Mm-hmm. En vanaf 20 weken spreekt men eigenlijk van een doodgeboorte. Dus, waarom zeg je nadrukkelijk zwangerschapsverlies en niet miskraam? Het woord miskraam heeft echt het gevoel dat een vrouw of een koppel misgekraamd heeft. Dus daarom kiezen wij ervoor in onze organisatie om het woord zwangerschapsverlies te gebruiken. Ja, maakt dat een groot verschil? Dus je hebt ook een miskraam gehad? Mm-hmm, ja. Een vroeg miskraam, ja. Ja. Mm-hmm, ja. Ik heb eigenlijk daar nog niet zo over nagedacht, over die term. Maar ik kan wel begrijpen dat ze inderdaad... Maar wordt dat ook onderschat, vrouwen die een miskraam hebben gekregen, Shanti? Voel je dat bij de mensen die bij jou komen? Ja, ik merk toch wel dat veel vrouwen die bezig zijn met een zwanger te worden, dat oud verlies toch getriggerd wordt. En dat ze dan heel veel zaken naar boven komen, wat ze toch merken dat ze toch niet verwerkt. Mm-hmm. Dus wij hopen toch om ook daar rond een beetje meer aandacht te geven. En niet zomaar te zeggen, oh, het is een miskraam, maar het is echt een kindje wat je verloren hebt. En, daar ook, en waar je ook over mag en dan moet rouwen. Kunnen ja, rouwen. De maatschappij mag dat zeker toelaten. Ja. Ja. Dat je daar ook verdriet over mag hebben. Ja. En dat is iets wat je dan morgen eigenlijk wil ook meegeven. Ja, want ik vond dat ook wel echt... Dat heeft heel veel indruk gemaakt. Je hebt dan al die behandelingen, dat lukt dan eindelijk. En dan loopt dat mis. Dat is echt gewoon de wereld die op je hoofd valt. Op dat moment was er ook in mijn omgeving alleen maar oorverdovende stilte. Niemand wist nog wat te zeggen. Dat was echt... Ja, en zelf ook. We hebben ons echt opgesloten. En die stilte, die oorverdovende stilte, daar ben je dus niks mee gekregen. Ja, maar mensen hadden dan wel... Die mailen dan wel van, ja, ik weet eigenlijk gewoon niet meer wat zeggen, maar als je wilt, ik ben er wel. En dat is eigenlijk voldoende. Het is echt mensen die er voor je zijn, die dat ook zeggen, die niet constant zelf advies geven, maar die gewoon luisteren. En dat is echt heel belangrijk. Hè. Ja, goed. Ik ga het goed onthouden. En ik wens je heel veel succes morgen met die voorstelling. Ja. Heel erg bedankt. Melissa van der Zijpen en Shanti van Gent.